Hallo, welkom bij Vlogboek. In deze video bespreek ik de volgende boeken. Stefan Breys, De Engelenmaker, Esther Verhoef, Rendezvous, P.F. Tomese met J. Kessels, The Novel. In Nederland zijn we op een of andere manier nogal heel gek van het passivaal, oftewel het verhaal waarbij Jezus aan het kruis wordt genageld. Maar ook in literatuur kun je het klassieke motief van het passieverhaal vaak ontdekken, zoals in De Engelenmaker van Stefan Breys. De Vlaamse auteur Breys had al enkele boeken gepubliceerd tot hij definitief doorbrak met De Engelenmaker. Een boek dat al in meerdere talen is vertaald en waarvan de filmrechten zijn verkocht. Alhoewel we geloof ik nog wel even moeten wachten voordat we een film kunnen zien verschijnen. In het boek draait het naast het motief van de kruisiging van Jezus om thematiek als klonen en de sociale controle binnen een dorp. Hoofdpersoon Victor Hoppe komt als dokter weer wonen in het dorpje waar hij is opgegroeid. En al snel volgen er roddels. De wildste geruchten de ronde over de drieling van jongens die hij heeft. Ze zouden uit elkaar gespleten hoofden hebben. Pas op het moment dat hij een leven redt als dokter, krijgt hij de sympathie van de dorpsbewoners en wordt hij geaccepteerd. Na het eerste deel schiet het verhaal terug naar het verleden van Victor, naar zijn jeugd. En we leren hoe zijn verhouding met vooral zijn vader was. En we lezen hoe hij een succesvolle wetenschapper is geworden. Dat hij succesvol is, bewijst het feit dat het hem lukt om muizen te klonen. En op dat moment begin je als lezer dingen te vermoeden en wil je eigenlijk alleen nog maar doorlezen. De Engelenmaker leest als een thriller, maar doet die kwalificatie beslist te kort. Breys toont zich een kenner van de menselijke geest en de dwalingen daarin en is een begenadigd verhalenverteller bovendien. De Engelenmaker heeft een gemiddeld leesniveau en is gewoon zo'n boek dat echt goed geschreven is. En ondanks alle symboliek is vooral het verhaal het belangrijkste. Een verhaal over de onmogelijke combinatie van geloof en wetenschap en het beangstigende element van het maken van klonen van dieren en mensen. In de kern van een klassieke thriller zit meestal de vraag: wie heeft het gedaan? Zo'n beetje de vraag die aan de basis ligt van het spel Cluedo. Was het de kolonel met de kandelaar in de bibliotheek? In het boek Rendezvous van Esther Verhoef, dat wordt aangeduid als een literaire thriller, komt die vraag wel voor. Maar eigenlijk zijn andere vragen veel belangrijker. Esther Verhoef is een auteur van enkele goed verkopende psychologische thrillers. Dit jaar verscheen nog De Kraamhulp en Rendezvous was haar eerste echte thriller. Het verhaal van deze roman doet mij heel erg denken aan het tv-programma Ik Vertrek. Een man en een vrouw vertrekken met hun kinderen naar Frankrijk om daar hun droom waar te maken, namelijk het uitbaten van een hostel. Maar meestal moet er nog een hoop gebeuren aan dat hostel en dat gaat nou niet altijd over rozen. Er moet weer geschilderd worden. Niet één keer, maar minstens twee keer. Een klein lekkagegevalletje. Nou, jemig, als het maar goed gaat komen. In het boek volgen we de vrouw Simone, die dus met haar man Erik is vertrokken naar Frankrijk. Al direct bij aankomst in Frankrijk gaat het heel erg stroef. De verbouwing komt niet van de grond en de kinderen hebben het niet naar hun zin op school. Maar dan komt de reddende engel Peter van Damme, een Vlaamse aannemer die hen gaat helpen met de verbouwing. Het boek behandelt motieven als liefde, chantage en overspel. Zeg maar de ingrediënten van een doorsnee soapserie. Simone wordt namelijk verliefd op een van de bouwvakkers, Michel, een echte jonge god. Het wordt echter een probleempje op het moment dat Peter, de baas van Michel, hen betrapt en Simone begint af te persen. Zoals gezegd, een soapserie. Overigens is dit een boek waarvan volgend jaar een film verschijnt. Ça sert à rien de se cacher quand on est magnifique. Het is een boek met een makkelijk leesniveau. Er zitten weinig lastige woorden in en het taalgebruik is erg direct. De scènes zijn soms wat uitleggerig. En wat mij betreft had het boek wel met de helft van het aantal woorden afgekund. Want ik vond het nogal saai om elke keer de twijfels en de gevoelens van Simone te moeten lezen. Terwijl het verhaal zich ontrolt met een huis dat vordert en een huwelijk dat steeds verder afbrokkelt, krijg je tussendoor ook korte fragmenten waarin Simone in de gevangenis zit en verhoord wordt. Blijkbaar is er iets naars gebeurd. En wat dat precies is en wat Simone daarmee te maken heeft, dat lees je natuurlijk pas helemaal aan het einde. De twee boeken die ik zojuist besprak gaan allebei verfilmd worden. Het boek J. Kessels, The Novel van P.F. Tomese leest juist heel erg als een film, maar dan niet een groot episch verhaal als Star Wars, The Godfather of Schindler's List. Als J. Kessels, The Novel verfilmd zou worden, zou die te vergelijken zijn met een film als Dumb and Dumber. Want je hoort de meest annoying sound in the world? Oftewel een slechte roadmovie met slapstick, flauwe humor, poep- en piesgrappen en veel karikaturen. Het verhaal, voor zover dat serieus te nemen valt, gaat over de auteur Tomese die het samen met zijn personage J. Kessels op reis gaat. Op verzoek van Ene Berend, ook wel Bertje genaamd, iemand uit het verleden van de auteur, die dan weer een zus had waar de auteur weer goede erotische herinneringen aan had, gaan ze op zoek naar een zwager in Hamburg.
Snap je hem nog? Vol 9 lullen speciaal. Extra grote frikandellen bespoten met sausen bedekt met uitjes. Billen, borsten, drank, snackbar romantiek, ritten in een doorrookte Toyota kamikaze, tranentrekkende country muziek, dramatisch verlopende bezoeken aan de reperbaan en een Duits voetbalstadion, gezul met het stinkende lijk van een dode Turk en meer. Vincent J. Kessels als we Tomese mogen geloven. Tja, wat kan ik verder nog over dit boek vertellen? Een frikandel als leidmotief, wie had daar ooit aan gedacht? En Tja, het heeft een makkelijk leesniveau. De leukste laag van het boek is de dubbelzinnigheid van de schrijver als personage die in discussie gaat met zijn eigen creaties. Een beetje op het niveau van je moet je mond houden, want ik schrijf wat jij zegt. Voor lezers die menen dat de Nederlandse literatuur niet grappig kan zijn, vormt dit boek vol onzin en platte humor wellicht het tegendeel en een verruiming van je idee wat literatuur is.